Ik ben het, Betty. Sjoukje, uit de pizzeria. Ik ben verliefd op je geworden. Ik kan niet zonder je, Betty, alsjeblieft. Gezellig. En dat was nog veel gezelliger dan ik had verwacht, want er was juist een andere jongen op bezoek. Anton, dokter Anders in de gepoloog. En daar, tot over mijn navel in het hoogpolig tapijt. Met een stinkende lapjeskat genaamd Arafat 2, ronkend op mijn schoot. Daar zag ik de wereld voor mijn ogen ineenstort. En Anton, hij liet een wind. En die wind huilde Betty. En terwijl hij even weg was om de kattenbak te vullen met caustic soda, keken wij elkaar aan, Betty en ik. Zij zag een aan lager wal geraakte cabaretier. Ik zag een godin. In een aureool van wel haast bovenhaaste krullen. Zuigend aan een king-size Belinda. Badend in haar nee-cliché van... En er was er maar één die mijn erectie voelde. Ik boog mijn hoofd in deemoed. Er was geen weg meer terug. Er was alleen een weg weg. Maar waarheen leidt die weg weg? Heb je brieven verbrand? In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nog je lang. Ik verscheur je kadavers van auto's reden door de troosteloze stad. Mensen die nog geen onderdak hadden gevonden haasten zich met Samsonite-koffers langs de puin. En de wind gierde rond de roestende glasbakken die als de Leopard-tanks bij Stalingrad de stille getuigen vormden van een verloren slag. En met de volheid van het gemis als kompas tussen mijn benen naderde ik automatisch Amsterdams meest notoren hoerenbuurt. De oude zijds kwal, Burgwal. Verse wiet, rechtstreeks uit Jamaica, 52 per gram, verse wiet. Het was er tamelijk rustig voor de tijd van het jaar. Een enkele alcoholist in de olie. Een enkel condoom drijvend in de gracht van het merk Fujimbo. Een enkele junk, paranoïde, bezig de autoradio te stelen uit een geparkeerde brommer. Ergens werd er een heroïnedealer opgerold. Een paar straten verder kon je zijn botten nog horen kraken. En daar liep ik dan. Als een opgejaagd dier door een woud van borsten, benen, billen, steenpuisten, netkousen, naaldhakken, inlegkruisen en af laten glijden. Ik liep nu al zo ver achter op mijn schema dat ik de Beatles in een rondvaartboot door de grachten zag varen. En het was toen dat mijn aandacht getrokken werd door het multigeperverteerde schijnsel van een piepshow. Genaamd De Harde Dobber. Waarschijnlijk een masturbeerclubje voor sportvissers die onder het mom van sportbeoefening het masturberen aftrekbaar probeerden te maken. Ik besloot eens een kijkje te gaan nemen. De vloer voelde aan alsof het de avond tevoren een feestje was geweest. Aan de ene kant had je de piepshowruimte, achter mij de videocabines. Aan de andere kant voor de vegetariërs nog wat fruit en tomaten. Ik besloot naar de videocabines te gaan. En te beoordelen naar de groeiende viscositeit van de vloer was dat geen slechte keuze. Twee eikels op een naakstrand ergens in Zeeland. Waarschijnlijk Saskia en Serge. Een pijpzenne met Rien Bootvliet. Toen ik plotseling aankwam bij een filmpje van Zweedse erotica. Het meisje leek op Betty. Mijn handen begonnen te trillen. Ik stapte het hokje binnen. 3-4 keer sloeg mijn laatste Rexdaalder met Beatrix voorop vast op de vloer. De vijfde keer verdween ze met een onheilspellende klik in het apparaat. Vaarwel, Betty. Ik hinkel wel verder op de extra ogen van mijn ambitie. Gevangen in mezelf door de tralies van jou. Vaarwel. Opruimen van wiet. 6 gulden per kilo. Opruimen van wiet.
Ik controleerde mijn kleren op Corpi Delict. En terwijl in het hokje naast mij Rien bezoek kreeg van André van der Lauw, stapte ik overladen met schuldgevoel de straat. Plotseling, een misselijkmakend gevoel steeg op vanuit mijn 12-vingerige darm en nestelde zich op de eilandjes van Langerhans. Daar had je Agathe Veelust, de heetste tante van de wal. Hetzelfde langgolvende blonde haar, hetzelfde witkante onderbroekje, losjes om de poppen. Ja, hallo, die Els met Agathe Veelust aan de andere zijde Kwalburg wal. Zeg maar, hoe gaat het ermee? Depressief, oud. En de kinderen? Dood. Ja, het zijn harde tijden. Zeg, waarom ik bel? Ik ben een beetje door mijn zaad en de pasta en jou nog af verschillen. Dus ik dacht, misschien heb jij een potje steken bij voor afbijt. Ja, gaan we even kijken. Dan heb ik even klaar snuif. Hey, trouwens, ik laat het zitten vuurstaan. Kan het niet van mijn honger tellen? Ik ben dus van drie hoog. Dat is niet voor een man. Of sprongen, ja, van drie naar beneden. En niet is de auto, neem meteen vast in een monster. Dat zorg ik erop. Dat doe ik vast. Dat is anders nog zo breed. Ik kan van de rechter. Ik kreeg het niet zo bol. Als je het vriend is, ben ik ook. Nou, sprong, ik had een nieuw vier. Want die staat er in. Ja, kom maar binnen, ik bijt niet. Voor jou 75 piek, exclusief condoom, maar wiep op je hoofd. Zeg, Els, ik heb weer een klus gegeven, wil ik naar het gast hangen. Ik bel je wel weer op over een minuutje of twee, drie. Ja, doei. Dit is allemaal jouw schuld, Bertie. Denk maar niet dat ik dit voor lol doe. En daar, met een gebruikt condoom schrijnend om mijn libberende lul, deed ik een laatste wanhopige poging Betty te vergeten. En het verbaasde me dan ook niet dat ook zij de legendarische woorden sprak. Gaat niet, hè? Ik wist wat mij te doen stond. Als een zombie naderde ik de oevers van de Martelaarsgracht. Onder het bewind van Lubbers als premier. En de vrouw als mens valt niet te leven. Ik maak er een einde. Op de rand van de Martelaarsgracht zat een straatmuzikant op een eensnarige bas geld bij elkaar te spelen voor een nieuwe hoed. Tell me, what makes good war treat your kitatra so bad? I said, tell me, people, what makes the good Lord reach out to that grass so bad? Cause that girl called Betty Smith, man, she doesn't want to make love with me. Now, are you drinking another piece? Drinking another piece? Het was het rustig voor de tijd. Het was er tamelijk rustig voor de tijd van het jaar. Een enkele examinator van het CBR overwoekerd door alle. To be or not to be klonk het schor uit de schedel van een wegbezuinigde B-acteur. Overal om mij heen hoorde ik het gejammer en geweeklaag van overleden beroemdheden. Grote namen, Shakespeare, Wolfgang Amadeus Mozart, Cor Stijn, Oedipus Rex, Skippy, noem maar op. En allemaal voor zulke smoelen. Wie is er nou nog in ons geïnteresseerd, riepen ze. Zo is cultuur toch niet meer mogelijk. Wolfgang Amadeus Mozart stond met de fluit van Berdien Sternberg in taken op een voorgeprogrammeerde Japaner. Cultuur, barbaar! Plotseling liep er iemand op mij af. Iemand met één oor. Hij had een roze baardje en een kogel door zijn hoofd. Dijkstra zei, zou jij mij een pleziertje willen doen? Hij pakte een Stanley mes en begon zijn andere oor af te snijden. Zou jij even terug de wereld in willen gaan en kijken of je dit iemand kunt aanhaaien? Dus ik trok mezelf aan mijn badmustergracht uit. En daar stond ik met het oor van Van Gogh. Pikken wij dit nog langer, riep ik. Pikken wij dit nog langer. Ik begon te rennen. De bijaard van de Westertoren sloeg zijn handen kapot op een discoversie van Nu komt Altezaan. Grote groepen militante kunstenaars achter mij aan. Le Bus moordenaar. En het was toen dat ik Betty Smith zag passeren. Of ze bij me mocht blijven slapen. Ha, ha, ha. Ik
zei sorry meisje, je bent te laat, ik heb een taak te volbrengen. En daar ging ik weer, pikken met een ander, pikken met een ander. Meneer, u had me moeten zien, ik ben het oorlog al vol. Pikken wij dit nog langer, pikken wij dit nog langer. Want ik weet dat ik je nooit meer wil geven.